Dag dames en heren, in Den Haag hebben ze de verhuurdersheffing afgesproken in het woonakkoord. Bedrag dat woningcorporaties gaan betalen om daarmee de crisis te helpen oplossen. Maar is dat nou wel zo'n goed idee? Of snijdt Den Haag zich daarmee eigenlijk lelijk in de vingers? En is Tom Ausums, de topman van woningcorporatie Trudo, hier achter mij in de apparatenfabriek, nou echt zo'n graaier? Of is er misschien toch nog een logisch verhaal te vertellen over zijn vermeende megasalaris? Het zijn twee van de onderwerpen waarover ik ga praten met Tom Ausums, de topman van Trudo. Ja, we zitten hier op de werkkamer, vergaderkamer van Tom Ausums bij Trudo. Het is eigenlijk de eerste keer dat we u eens rustig kunnen spreken nadat er toch het nodige gebeurd is bij Trudo. Zowel publicitair, maar zeker natuurlijk ook, en dat zal de intern best ingehakt hebben, het besluit om een aanzienlijk deel van het personeel te moeten ontslaan. Hoe ver zit u nu eigenlijk in dat hele traject? Ja, je zou kunnen zeggen dat het met Trudo voor de wind ging. Hè? Het ging erg goed. Op allerlei terreinen veel activiteiten. Forse ambities voor de toekomst. Zwarte cijfers. Financieel solide. En dan krijg je een nieuw kabinet met nieuwe voornemens. Waaronder de verhuurheffing. Aanvankelijk 2 miljard voor de sector. Teruggebracht naar 1,7 miljard. Dat geeft bij ons een aanslag van zeg maar, rond de 5, 5,5 miljoen in de kas. En dat is gewoon heel erg veel. Dat is zoveel dat je dat eigenlijk alleen maar kunt betalen als je heel drastisch gaat ingrijpen in je inkomsten en je uitgaven. Was het niet de bedoeling, die verhuurdersheffing en dat hele woonakkoord was natuurlijk ook bedoeld om de misstanden in de huizensector op te lossen en ook de financiële problemen van het kabinet. Was het niet de bedoeling dat u dat voor een veel groter deel ook gewoon zou doorberekenen aan de huurders? Neem aan dat het niet de bedoeling van het kabinet was om u zo massaal te laten snijden in de organisatie. Ja, maar wat ik heel verbazingwekkend vind, is dat een kabinet zegt dat er hervormingen nodig zijn in de woningmarkt. En dat je het kennelijk als een hervorming moet beschouwen, dat mensen met de laagste inkomens substantieel heel veel meer aan huur zouden moeten gaan betalen. Ja, zou dat het gevolg zijn? Ik snap niet wat dat hervormt. Nee, het beeld zoals het natuurlijk door de politiek naar buiten is gebracht was dat de belangrijkste uitkomst van dat woonakkoord was dat met name de mensen die, zoals het dan genoemd wordt, scheef wonen, die al lang niet meer een krap salaris hebben, maar wel nog steeds in een corporatiewoning zitten, dat met name die veel meer zouden moeten gaan betalen. Werkt dat in de praktijk niet zo uit volgens u? Jawel, maar dat is maar een relatief kleine groep op het aantal huurders. Het grote gros, dat zijn geen scheefwoners en een heel substantieel deel van onze klanten zijn mensen met een relatief laag inkomen, een minimuminkomen, een uitkering. Laat ik een voorbeeld geven. Ik heb jarenlang de financiële administratie van mijn vader gedaan. Die had alleen maar een AOW-uitkering, alleenstaand. En na betaling van zijn woonlasten, 50 euro in de week voor eten, hield de beste man 26 euro in de maand over. Dat is precies overigens het bedrag waarmee de huurtoeslag met ingang van afgelopen januari verlaagd is. Dat is de huishoudsituatie van mensen met een uitkering of met een minimuminkomen. En ik snap niet wat het met hervormen van de woningmarkt te maken heeft dat je die mensen substantieel meer laat betalen. 2,5 of 4 of nog meer procent. Dus kijk, dat wij als Trudo zo'n 5, 5,5 miljoen moeten gaan bijdragen aan die verhuurdersheffing. Het gemakkelijkste is inderdaad om dat de klant te laten betalen. Dat zie je ook bij de gemeente, bij de OZB. Het gaat niet goed met de grondbedrijven, dus de OZB wordt verhoogd en de burger betaalt de rekening. Ja, wij hebben daar een andere opvatting over bij Trudo. Dus wij gaan proberen om daar de klant zo min mogelijk de dupe van te laten zijn. Dus we verhogen ook maar de huren met de inflatie. Want het verhogen van die huren, dat was één punt. Het tweede punt is natuurlijk dat er ook wel gezegd werd van ja, al die corporaties die hebben zulke enorme spaarpotten. En als we nu met z'n allen in Nederland de tering naar de nering moeten zetten, dan moeten we misschien ook die spaarpotjes maar eens even inzetten met maatregelen die uiteindelijk ook bestemd zijn voor alle huurders in Nederland. Had u dat niet gewoon moeten doen en maar voor lief nemen dat u uw reserves moet aantasten ervoor? Ja, maar u zegt dat heel erg mooi.
corporaties hebben een flinke spaarpot. Maar het typische van een spaarpot is dat als je de dop eronder uittrekt, dat er geld uitkomt. En bij de corporaties is het zo dat daar is van toepassing wat de Engelsen zo mooi zeggen, home rich en cash poor. Dus corporaties zijn door de gestegen prijzen van woningen in de jaren 90 substantieel heel rijk geworden, hebben heel veel vermogen gekregen, maar zijn cash poor in de zin van dat ze geen liquiditeit hebben. Ja, bedoelt, of maar een beperkte liquiditeit. Ze lijken rijk, maar in de praktijk kost het u net zoveel moeite om nu een huis te verkopen als ieder ander? Nou ja, het is een beetje vergelijkbaar met, laten we zeggen, een alleenstaande AOW'er die zijn hele leven lang een eigen woning heeft gehad, die gewoon keurig afbetaald heeft. Stel dat hij 3 ton is, 3 ton waard is, dan heeft hij als vermogen 3 ton. Maar als hij alleen maar een alleenstaande AOW-uitkering heeft, dan heeft hij 1023 euro in de maand, netto. Dus weliswaar is hij vermogend, heeft hij gewoon 3 ton, maar dat levert geen cash op. Ja. Nou, zo is het bij de corporaties, in ieder geval bij ons. Wij zijn relatief vermogend, hè? Wij hebben een gemiddeld vreemd vermogen per woning van 18.000 euro per woning. Maar dat wil niet zeggen dat we gewoon elk jaar zomaar 5,5 miljoen uit de kas kunnen betalen. Dat kan niet. Ja, want u heeft aangegeven wat de gevolgen zouden zijn inderdaad voor de projecten die Trudeau kan doen. En daarbij heeft u ook aangegeven dat veel projecten in de moeilijke buurt in Eindhoven, dat u die zoveel mogelijk in stand houdt. Het leek alsof vooral het paradepaardje van de gemeente inmiddels, Strijp S, dat u daar nog het meest uw handen van aftrekt. Klopt dat beeld? Nou, ik zal het wel uitleggen, maar misschien eerst even macro om uit te leggen hoe dat werkt in relatie met Trudeau. Wij hebben het vaste voornemen om dit jaar meer dan 400 woningen op te leveren. Dat is op zijn Brabants heel veel. Als je kijkt naar wat dat aan inkomsten voor de Rijksoverheid genereert, en dan maak ik het gewoon heel erg simpel, ik pak alleen maar de BTW, dan is dat ongeveer 400 woningen keer gemiddeld 25.000 euro BTW. Heeft over 10 miljoen. Dus door te investeren en zo fors te investeren wat wij deden, levert dat de Rijksoverheid heel veel geld op. Het gevolg van de verhuurdersheffing is dat wij het investeren in sociale huurwoningen heel erg drastisch moeten gaan beperken. Misschien wel moeten gaan reduceren tot bijna nul. Dat betekent, en dat moeten we doen, om die 5,5 miljoen te kunnen betalen. Het merkwaardige van de situatie is dat dus voor de Rijksoverheid gaat betekenen dat ze die 10 miljoen gaan missen. Dus ik snap helemaal niks van dit beleid. Te meer niet omdat ook vrij recent in de Kamer gezegd is van als je dan die corporaties voor 1,7 miljard wil aanslaan, minister, is het dan niet verstandig om voor dat bedrag een vrijstelling te verlenen waarvoor die corporaties door te investeren inkomsten genereren voor de Rijksoverheid, hè, wat ik net aangaf. Maar dat is dan toch een rekensom die iedere econoom van het Centraal Planbureau het kabinet ook kan voorrekenen? Ja, dat heeft de SP heeft dat ook, bedoel, dat wordt al een aantal maanden geroepen door mensen uit de sector, maar gewoon ook door economen. Maar het kabinet is er toch doof voor. En nou ja, vandaar dat ik ook gezegd heb, men is er kennelijk zo op uit om dat geld te incasseren, dat er kennelijk ook in die hersenpan geen ruimte meer is om aan alternatieven te denken. En het alternatief is nou juist om die corporaties die investeren voor datgene wat ze daarmee aan rijksmiddelen opleveren, om ze voor dat bedrag een vrijstelling te verlenen. Maar een paar weken geleden is er natuurlijk nog het een en ander gesleuteld aan dat woonakkoord. Het ligt wel voor de hand dat wel de laatste wijzigingen zijn geweest, toch? U zult het hier wel mee moeten doen. Ja. Dus kijk, waarom wij ook zo in de pers gekomen zijn, denk ik, is omdat wij een van de eersten waren die de inschatting hadden van dit gaat door. Dus die inschatting is juist geweest. En de tweede overweging daarbij was van, laten we maar zo snel mogelijk proactief en tijdig onze maatregelen treffen. Dus we zijn gaan nadenken over wat dan genoemd wordt een nieuw businessmodel, van hoe gaan we in de toekomst opereren. En uiteindelijk hebben we een strategie ontwikkeld waarbij we meer gaan investeren in mensen. Maar uiteindelijk, en dat klinkt heel erg vreemd,
ook meer gaan investeren in stenen. En dat meer investeren in mensen zit vooral in het verdiepen, verbreden van de weekendschool, het meer en beter ondersteunen van de kids in Woelselwest, het nog meer aandacht besteden aan de reïntegratie van mensen die geen positie in de arbeidsmarkt hebben. En als we het hebben over meer investeren in stenen, dan gaan we dat vooral doen door de klant als co-investeerder te benaderen. We hebben de afgelopen jaren vooral in de regio bijzonder veel projecten gedraaid met slimmer kopen. En ook in de huidige markt zijn die uitermate succesvol gebleken. Betekent dat dan ook dat u daarmee eigenlijk meer projectontwikkelaar en minder sociaal verhuurder wordt? Dan zijn we juist helemaal geen projectontwikkelaar. Want we gaan niet voor eigen rekening en risico ontwikkelen en dat afzetten aan de klant. Nee, we gaan samen met de klant is opdrachtgever, gaan we gewoon projecten ontwikkelen. Dus in die zin zijn we dan, in de klassieke zin zijn we geen projectontwikkelaar meer. Wij ontwikkelen samen met de klant. Dat is een heel andere rol. Dan zou ik bijna zeggen van, dan heeft het kabinet zijn zin en u kunt toch ook nog op een hele mooie manier ermee werken en eind goed al goed. Ja, wij zijn niet ontevreden over de strategie die we ontwikkeld hebben en hoe we dat de komende jaren gaan doen. Maar ik vind het wel een drama dat we van 40% van het personeel afscheid moeten nemen, waar op zich qua functioneren geen enkele aanleiding voor is. En ik vind het wel een drama dat onze bouwproductie, die nu boven de 400 woningen ligt, toch heel drastisch verminderd zal worden. En dat dat gewoon in de regio op meer plekken gaat betekenen. En dat bouwvakkers om die reden gewoon aangestuurd worden. Dat vind ik wel dramatisch, ja. Ja. En daar heb ik grote moeite mee, omdat ik vind dat het verslagen onnodig is. Maar is dan kennelijk de lobby van uw sector onvoldoende? Is dan de lobby van uw sector in Den Haag onvoldoende geweest om dit verhaal kennelijk overtuigend te brengen? Hè? Nou, ik denk dat er dus allerlei sentimenten zijn met betrekking tot die sector, waardoor dit soort wat meer rationele afwegingen gewoon niet meer aan de orde zijn. Het ging om de emotie van de volle spaarpotten van de corporaties. Nou, ik, ja, misschien. Maar ik denk dat de kaartvesten, ja, om maar eens wat te noemen. De boot van Woonbron in Rotterdam. Nou ja, dat zijn incidenten die heel erg sterk uitvergroot zijn. Ook heel erg sterk in het nieuws zijn geweest. En waarmee met name de politiek heeft willen illustreren, ja, dat het een zooitje in de sector is. Nou, je hoort mij die incidenten niet verdedigen, verre van. Maar om daarmee te zeggen dat het grosso modo in die sector verkeerd gaat en ons daarmee op te zadelen, maar ook anderen, hè, want vorig jaar zijn er 15.000 bouwvakkers naar huis gestuurd. Ja. Ook dit jaar. U noemt de incidenten die er zijn geweest bij andere corporaties. Ik denk dat sommige mensen zullen misschien de publiciteit rondom uw situatie, uw salaris, uw leaseauto, ook in dat rijtje scharen. Ja, dan ligt het maar aan hoe je daarnaar wil kijken. Mijn arbeidsvoorwaarden zoals die vastgesteld zijn, die voldoen keurig aan de wetnormering topinkomens, die overigens pas op 1 januari van dit jaar in werking getreden is. Het enige wat daarbij misschien niet zo heel verstandig is geweest, is dat overigens conform het advies wat de hele sector in 2004 gekregen heeft, hebben wij een variabele beloning gekregen. Ik van ongeveer 20%. Omdat intussen het maatschappelijk gevoel over variabele beloningen de afgelopen jaren ingrijpend veranderd is, heeft mijn raad van commissarissen vorig jaar voorgesteld om die variabele beloning af te kopen. Omdat dat niet meer helemaal passend is in deze tijd. En ik denk dat dat een dramatische fout is geweest. We hadden gewoon achteraf, we hebben dat wel gewoon uitgelegd van Trudeau wordt daar geen euro slechter van en ik word daar geen euro beter van. Maar intussen wordt het allemaal door de pers, terwijl ze weten hoe het in elkaar zit, wordt het gewoon opgeteld. En zit je ineens bij de top 20 van Nederland. Terwijl dat gewoon grote flauwekul is. Alleen, we mogen de hand in eigen boezem steken. We hadden gewoon dat variabele deel wat vroeger bij mijn vaste salaris hoorde. Dat hadden we gewoon weer moeten toevoegen aan het vaste salaris. En dan was er gewoon verder. En niet in één keer afkopen, bedoelt u? Ja, dat is gewoon toch.
We hebben gewoon gedacht van, we kunnen gewoon uitleggen dat daar niemand ook maar 1 euro beter van wordt. Had u er niet op gerekend dat er zo scherp naar dit soort dingen gekeken zou worden in deze tijd? Nee, dat is dat dan toch kennelijk op dat onderdeel het kompasnaaltje of de antenne onvoldoende goed uitgestoken. Ja, stom. Maakt dat u voor uzelf in de stad moeilijker om uw verhaal te vertellen, om te praten over de ambities van Trudeau en ja, hoe om te gaan met de situatie zoals die nu is? Nou ja, het zou natuurlijk, ja, laat ik zo zeggen, ik vond dat wel moeilijk. Ja. Dat je ineens zo wordt afgeschilderd, terwijl je eigenlijk gewoon weet dat je voldoet aan de normen en daar ook altijd aan voldaan hebt, dat is wel even slikken. Ja. Te meer omdat ik ben niet in deze sector gaan werken voor het geld. Sterker nog, toen ik in deze sector ging werken, toen ging ik er fors op achteruit. Ik ben in deze sector gaan werken omdat ik passie heb voor publieke doelen. En ik heb overigens nooit ook maar enige invloed gehad op mijn eigen arbeidsvoorwaarden. Die stelt mijn raad van commissarissen vast. En die stelt ze vast conform de richtlijnen die er zijn. Dan is het wel even slikken als je op die manier ineens in de pers komt. Nou ja. Komt u daar nog makkelijk vanaf, denkt u? Ja, weet je wat het is? In die situatie moet je gewoon toch heel dicht bij jezelf blijven. Je weet hoe het zit. En daar is gewoon niet zoveel mis mee. En uiteindelijk kun je dan geen andere houding hebben van ja. Als mensen daar dan toch willen ze weten, zo over willen schrijven, dan doen ze dat maar. En als het echt zo'n eenmalig bedrag was, dan staat u komend jaar in alle lijstjes weer fors lager, mogen we aannemen. Ik kom voor de komende jaren in geen enkel lijstje voor. Maar dat kwam ik in het verleden ook niet. En bedoel, we hebben ook nooit verstoppertje gespeeld over mijn arbeidsvoorwaarden. Ik was de eerste die met zijn salaris op internet stond in de sector. Dus we staan er al langer dan 10 jaar op. Dus daar is ook helemaal niks geheimzinnigs aan. Nee. Ik had nog heel veel andere vragen aan u over wat er allemaal speelt rondom Trudeau en in de woningbouwsector. Als u het goed vindt, wil ik u eigenlijk graag uitnodigen om over een paar weken nog verder te praten. Als dat kan, gaan we een moment voor zoeken. Dank u wel voor het gesprek voor nu. En ja, u bedankt voor het kijken ook. Over een paar weken hebben we ook weer het volgende gesprek met burgemeester Van Gijzel. En dus ook over een paar weken weer op zaterdagavond het vervolggesprek met Tom Nauwsens. Dank u wel voor het kijken.